Een van mijn hobby's is motorrijden. En dan gaat het Oh. vizier omhoog. En dus als ik een raar aardappelveld zie, dan stop ik. En dan ga ik Echt even waar? kijken. Maar een van de dingen die je op de Ja. motor doet, is je kunt heel goed ruiken. En ik kan dan gelijk ruiken als een boer zijn aardappelen gespoten heeft. Dan ga ik altijd nadenken, hebben wij een berichtje verstuurd? En zo niet, wat een domme boer. En zo wel, dan denk ik, goeie boer. Meneer Hadders, u geeft met uw bedrijf Dacom advies aan boeren, hè? Van dag tot dag wat ze met hun gewassen, met hun plantjes moeten doen. Ja. Hoe doet u dat? Wij zetten in een aardappelperceel bijvoorbeeld een sensor. Ja. Die sensor meet continu de hoeveelheid vocht in de bodem. Via een apparaatje worden die gegevens naar onze databank gestuurd. En daarmee kunnen wij grafieken maken en de boer laten zien wanneer het nodig is om weer water te geven. Eigenlijk zijn we nog maar aan het begin van wat we met deze sensor kunnen. Op dit moment zijn we zeker van onze zaak wat betreft bodemvocht. Maar we kunnen ook het zoutgehalte op een gegeven moment meten en hopelijk ook de voedingsstoffen die in de bodem zitten. Maar dat is nog een nieuwe ontwikkeling die we samen met Incas aan het onderzoeken zijn, hoe ver we daarmee kunnen komen. Maar kunt u ook zeg maar indicaties geven van nou met deze vochtigheid en met dit weer slaat dat en dat beest toe in de gewassen? Want dat is natuurlijk ook voortdurende onzekerheid die boven zo'n veld hangt. Ja, dat is ook een mogelijkheid voor ons. En de aardappelziekte is een vreselijke ziekte voor de aardappel. De Phytophthora, hè? Phytophthora, Ja. ja. Tegen zo'n ziekte moet je het plantje beschermen. Ja. En het beste is om dat vooraf te doen. Dus dan moet je voorspellen. Ja. En als die boer dat op tijd doet, dan kun je daar minimaliseren. Hoef je het alleen maar te doen als het nodig is. En daar hebben we modellen voor om samen met sensoren, met de kennis over die ziekte, de boer te adviseren wanneer die ziekte toeslaat en wanneer hij dus iets aan zijn gewas moet doen. Zeg, en ik zie daar een aardappelveld op de computer. Ja. En daar staat zo'n ding in, zo'n Ja, een sensor. er staat een sensor in. Die Ja? zit, eigenlijk zie je die sensor niet, want die zit onder de grond. Ja, En ah dit ja. apparaat staat in Polen, in Noord-Polen, in een aardappelveld wat bestemd is voor friet. Daarnaast, dat witte apparaat is een regenmeter. Dus als er toch water gegeven wordt, dan kunnen wij precies zien wanneer en hoeveel. Ja. En de reactie van de grond op die waterhoeveelheid, want dan zie je die grond weer natter worden. Dit is inderdaad de sensor waar wij al die metingen mee doen. Ja. Dan moet je je voorstellen, dit apparaat, normaal is het nog langer, 2 keer zo lang. Ja. Dit gedeelte gaat in de grond, moet heel precies netjes in de grond gezet worden. En dan bij al deze units wordt precies gemeten wat het bodemvochtpercentage is. Ja. Dat betekent ook dat je heel nauwkeurig hem neer moet zetten. Heel goed nadenken, waar zet ik deze sensor neer? Ja. Want hij moet wel die 25 hectare goed vertegenwoordigen, als het ware. Ja. En dat is een grafiekje van de vochtigheid? Ja, daar kunnen we, als het de grafiek hoog is, dan is het de grond relatief nat. En hier zie je, is de half juni is hij erin gezet. Dan zie je in een droge periode geeft hij aan bij die blauwe streepjes wanneer het geregend heeft. En waar is dit? Is dit Dit Polen is of in hetzelfde gewoon veld de als met dat Polen? plaatje. Dat is Ja. in Noord-Polen. Dus veel succes in Polen. Waar nog meer? Polen, uiteraard Nederland, ook met onze bodemvochtsensoren Ja. hebben we heel veel staan. Maar in het Midden-Oosten, Egypte, Saoedi-Arabië, Ja. Emiraten. We zijn bezig in Libië bij meneer Gaddafi. Komt hier allemaal in Emmen binnen? Dat komt allemaal hier in Emmen binnen. Wat we nu allemaal bespreken, hè, dat is natuurlijk fantastisch voor al die boeren, maar heeft het ook een verder strekkend belang? Absoluut. Ja? Kijk, de boer die zal het alleen van ons kopen en daarvoor betalen als hij er voordeel bij heeft. Ja. En voordeel betekent bijvoorbeeld minder chemicaliën gebruiken, minder van die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Maar dat betekent automatisch dat je minder het milieu beïnvloedt. En dat moet je denken aan tussen de 25 en soms wel 50%. Afhankelijk van hoe slecht ze het deden. Ja, dat is nogal wat, ja. Dat is behoorlijk wat. En Dus dat je maakt het veel efficiënter, waardoor het gebruik van allerlei nare dingen dus tot het minimum beperkt kan Absoluut. worden. Wij proberen het alleen maar, het Engels heet dat justified, Ja. het verantwoord. Er is een reden voor waarom je het doet. Niet omdat het vrijdag is of volgende week vrijdag, maar omdat de modellen aangeven dat de omstandigheden zodanig zijn, en of dat nou water is of chemicaliën, die zijn zodanig dat op dit moment is het noodzakelijk om iets te doen of juist niet te doen. Met name in de droge landen in het Midden-Oosten,
Op alle plekken waar ik geweest ben, daar valt mij op dat de grond behoorlijk nat is. Ja. Veel natter dan op dit moment de grond in Drenthe. Dus ze geven daar veel te veel water. En als je dan weet dat landbouw in de wereld 70% van alle water gebruikt. Als we daar dan, en dat hebben we daar aangetoond, in dat soort landen 30, 40, 45% kunnen besparen. Ja. Als we dat zouden kunnen doen wereldwijd, ja, dan besparen we meer water dan de hele burgerbevolking en de industrie samen nodig hebben. Dit is dus ongelooflijk belangrijk. Absoluut, ja. Zeg, en die sensoren die zijn ontwikkeld door Incas? Nee, de sensoren zijn niet ontwikkeld door Incas. Die zijn samen met ons, door een bedrijf in Oostenrijk ontwikkeld. Ja. Vervolgens hebben wij wel aan Incas gevraagd van, kunnen jullie ons daarbij helpen om dat beginnetje wat we hebben, alleen die bodemvocht meten. Kunnen jullie ons helpen daar verder mee te komen? Want ja, wij weten dat er meer kan. En het bleek een goede zet, want Incas wil graag een uitdaging, ja, iets nieuws. En wij hadden behoefte om die nieuwe dingen te leren. Ja. En dat is een goede basis gebleken voor ons om een win-win te creëren.